Een sterke burgermaatschappij en civil society is om meerdere redenen een graadmeter voor een gezonde publieke sfeer. Ze maakt essentieel deel uit van die publieke sfeer en is in die zin ook een stukje complementair met en ondersteunend aan de overheid. Ik denk ten eerste dat de burgermaatschappij een vinger aan de pols houdt en de overheid wijst op een aantal maatschappelijke uitdagingen waar groepen in de samenleving mee geconfronteerd worden. En in die zin is de civil society een belangenbehartiger. Een radar voor maatschappelijke vragen. Tweede belangrijke rol van de burgermaatschappij is dat ze ook heel belangrijke publieke diensten levert. Dat kan als onderaannemer van de overheid in een partnerschap van wederzijdse afhankelijkheid, waarin publieke middelen in ruil voor expertise in dienstverlening op het vlak van bijvoorbeeld zorg, onderwijs, welzijn en cultuur worden uitgewisseld. Maar het kan ook dienstverlening zijn als buffer wanneer de overheid of de markt niet willen investeren of niet kunnen investeren in dienstverlening voor bepaalde groepen in de maatschappij, om politieke of om economische redenen. En een derde belangrijke rol van de civil society is dat ze staat voor een gedeeld belang, een publiek belang, en eigenlijk probeert de mensen zoveel mogelijk te betrekken bij dat gedeeld belang, bij die publieke zaak. De relatie tussen die overheid en die civil society wordt eigenlijk ook een stuk gekenmerkt door een voortdurende frictie. Die is constant in beweging. En lang voor corona konden we al een aantal evoluties zien die de relatie een stuk karakteriseren op de dag van vandaag. Ten eerste voor wat betreft die radarfunctie zien we eigenlijk al een tijdje een groeiende aanhang voor de doctrine van het primaat van de politiek en de representatieve democratie. Het komt eigenlijk aan verkozen politici om beleid te vormen en beleid te beslissen. En het maatschappelijk middenveld of de burgermaatschappij, die wordt eigenlijk hoogstens een adviserende stem gegeven. En of er naar die stem geluisterd wordt, hangt een stukje af van de boodschap en of die boodschap in lijn ligt met wat de ideologie van de machthebbers op dat moment is een stuk. Een tweede evolutie die ik zie, is dat de publieke dienstverlening, die vanuit het middenveld wordt geleverd, steeds meer geïnstrumentaliseerd is geworden. In neocorporatistische landen zoals Nederland en België heeft de overheid lang geleden een pact afgesloten met die burgermaatschappij, met die non-profit sector. Zoals ik al zei, dus in ruil voor overheidsmiddelen en binnen een welbepaald regelgevend kader waren en zijn het middenveldsorganisaties die die diensten gaan leveren. Scholen, ziekenhuizen, welzijnsvoorzieningen. Dus de overheid is met andere woorden heel sterk afhankelijk van die organisaties. Die, in sommige gevallen kunnen we wel zeggen, een stukje quasi-overheidsorganisaties zijn geworden. Maar deze dienstverleners zijn natuurlijk ook niet de dans van het nieuwe public management ontsprongen. En wat we hebben gezien de laatste decennia is dat ook non-profit actoren die publieke diensten leveren steeds bedrijfsmatiger zijn gaan werken. Moeten gaan werken. Prestatiemeting, benchmarking, vermarkting ook. Waarbij profit, non-profit organisaties in competitie zijn moeten treden voor overheidsmiddelen. Er contracten mee afsluiten. Al deze zaken hebben stilletjes aan hun intrede gedaan in die non-profit sector en in deze eerder zachte sectoren. De zorginstellingen, de scholen, de ziekenhuizen, die worden er allemaal mee geconfronteerd. En of dit de kwaliteit van de dienstverlening heeft verbeterd, of de toegang tot de dienstverlening heeft verbeterd voor kwetsbare groepen, dat is niet altijd duidelijk. En ten derde, dat is ook een belangrijke evolutie in die rol of in die verhouding tussen overheid en burgermaatschappij, is dat de overheid steeds meer verantwoording of verantwoordelijkheid is gaan vragen van de burgers en van de civil society. Op een aantal vlakken heeft de overheid zich bewust teruggetrokken de laatste jaren en vraagt ze de burgers om zelf de handen uit de mouwen te steken. De doe-democratie in Nederland, de big society in het Verenigd Koninkrijk, de vermaatschappelijking van publieke diensten in een land als Vlaanderen. Dus zoals hij heeft gezegd, staat die relatie tussen die overheid en die burgermaatschappij altijd een stuk. Het is zelfs eigen aan die relatie. En nu een crisis als deze ons overvalt en de overheid ook gaat beseffen dat ze overigens volledig logisch niet alleen aan kan, dan wordt er nu ook evident in de richting van die burgermaatschappij gekeken voor oplossingen. En er worden een aantal limieten duidelijk nu met deze crisis. De limieten bijvoorbeeld van het primaat van de politiek, die worden heel, heel sterk zichtbaar. Beleidsmakers moeten nu op dit moment hopelijk toegeven dat zij zelf het antwoord op een aantal problemen niet hebben.
Wat betreft de essentie van het probleem, de verspreiding van het virus zelf tegengaan, schuilen ze een stuk achter de rug van virologen en epidemiologen, wiens adviezen tot voor kort een stukje klakkeloos werden opgevolgd. Het heeft geleid tot het stilleggen van het maatschappelijk en economisch leven in onze landen. En wat betreft de gevolgen van die lockdown op het welzijn van de mensen, waar nu heel wat is om te doen, zeker in het geval van kwetsbare groepen, is die adviesverlening veel minder duidelijk. Nu er over een exit-strategie uit de lockdown moet worden beslist, blijkt hoe lastig er naar de stem van kinderen, mensen in armoede, mensen in zorgvoorzieningen wordt geluisterd. Het maatschappelijk middenveld dat die mensen vertegenwoordigt, die roert zich wel in de pers en op sociale media, maar hun plaats aan de beleidstafel blijft grotendeels leeg. En uiteraard komt het verkozen politici toe om beleid te beslissen, maar de kwaliteit van dat beleid hangt natuurlijk ook heel sterk mee af van de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Ook de limieten van de instrumentalisering van private non-profit sectoren worden nu heel sterk zichtbaar. Sectoren die de laatste decennia gedwongen zijn geworden om steeds bedrijfsmatiger te gaan werken, efficiënter moesten worden, de uitgaven moesten beheersen, die staan nu in de frontlinie. Verzorgingstehuizen voor bejaarden die nu niks anders kunnen dan in isolatie gaan. Scholen met een verouderde infrastructuur die nu amper ruimte hebben om aan social distancing te doen. In uitzonderlijke omstandigheden als deze wordt het heel hard duidelijk, denk ik, dat je dit soort relationele dienstverleningen, die zachte sectoren, eigenlijk niet of toch niet volledig in een bedrijfsmatige context kan gaan doen. Het was en het is bij heel veel dienstverleners de laatste maanden keihard improviseren. Trouwens ook soms met mooie resultaten. En ten derde, er zijn ook limieten aan wat je van burgers kan verwachten om het dan maar zelf te doen. Niettegenstaande heel wat mensen zich zeer nauw betrokken voelen bij het algemeen belang. Dat werd onder andere duidelijk toen iedereen min of meer zonder morren in lockdown hing en bleef. Dan merken we toch stilaan hier en daar dat het wat op is. De roep ook dat de overheid het maar moet gaan oplossen. De boetade, ik maak mijn mondmaskertje heus niet zelf. Met een overheidsbeslag van 53% moet de regering mij die mondmasker maar geven. Dus als we participatie van de burger willen, moeten we ook beseffen dat daar inherente limieten aan zijn. Veel hangt bijvoorbeeld af van iemands vaardigheden en capaciteiten. Het is makkelijk om iemand zijn gedrag te laten aanpassen in de publieke ruimte, om netjes afstand te bewaren of om een mondmasker te dragen. Dat zou voor iedereen haalbaar moeten zijn. Maar als ouders, zoals vandaag, de kinderen thuis zelf moeten onderwijzen, omdat de school gesloten is, dat is voor heel wat mensen al iets minder vanzelfsprekend natuurlijk. Die bovenstaande problemen, het primaat van de politiek en de gevolgen daarvan, de instrumentalisering van non-profitdienstverlening en de limieten aan burgerparticipatie, die zijn allemaal bekend. En ik denk dat corona daar vooral een vergrootglas heeft opgezet. Er zijn ook oplossingen. Er wordt al een testjurskunde in beleidskringen nagedacht om de relatie tussen overheid en burgermaatschappij verder vorm te geven, innovatiever vorm te gaan geven. Zoals ik reeds zei, die relatie is immers voortdurend in beweging. Het zijn oplossingen waar we als onderzoekers de mond van vol hebben, maar die, als we eerlijk moeten zijn, misschien nog steeds een stukje marginale praktijk of toch minstens verder gefine-tuned moeten worden. En daar ligt trouwens ook een opdracht voor ons als onderzoekers. Een aantal oplossingen kennen we, bestuderen we. Het installeren bijvoorbeeld van participatieve beleidscultuur, die de overheid kan voorzien van permanente radars om in real-time de vinger aan de pols van de maatschappij te gaan houden. Veel lokale besturen experimenteren daarmee. We weten dat, we kennen die voorbeelden. Maar daar blijft het op dit moment vaak een stukje bij. We moeten ons oprecht de vraag stellen of we zicht hebben op de reële noden en vragen van mensen en hoe dat nog beter kan dan vandaag de dag misschien. Tweede tendens in het onderzoek, of iets wat we als onderzoekers vaak een stukje merken, is dat het loslaten van die microsturing van publieke dienstverlenende organisaties misschien wel eens ook een stukje een oplossing kunnen zijn voor een aantal problemen. Het vertrouwen op het sociaal ondernemerschap van non-profit organisaties, die toch experts zijn geworden in publieke dienstverlening. En daaraan gekoppeld een kaderstellende overheid, die afrekent op kwaliteit eerder dan op enge efficiëntie. Dat is een stukje duurder wellicht, dus dat impliceert ook keuzes over de organisatie van zoiets als het zorgsysteem.
Er zijn ook pistes voor, hè? En interessante pistes waar heel wat overheden ondertussen ook al een stukje mee aan het improviseren of toch aan het innoveren zijn, is een financieringsmodel gebaseerd op persoonsvolgende budgetten in de zorg bijvoorbeeld. Hè? Op basis van een duidelijke diagnose van een zorgbehoefte, hè? Waar ondertussen wetenschappelijk gevalideerde instrumenten voor zijn, ik denk aan de Interrail bijvoorbeeld, hè? Moet mogelijk maken dat individuele zorgvragers hun eigen budget krijgen om op die manier te kunnen functioneren op een soort zorgmarkt waarin kwaliteit de toetssteen wordt voor het functioneren van dienstverleners eerder dan microsturing op inputs en outputs. En een derde oplossing die we al een stukje zien voorkomen in de bestuurspraktijk en die ook bestudeerd wordt door ons, is dat we de burger opnieuw een stuk eigenaar moeten gaan maken van de eigen publieke dienstverlening, voorbij het pure consumentisme. Ook dat is een onderdeel van een andere organisatie van een zorgsysteem. Dus op een aantal vlakken is meer co-productie misschien een manier om het eigen belang van mensen te gaan verzoenen met het algemeen belang. Preventieve gezondheidszorg is daar een mooi voorbeeld van. Een individuele gezondheidssituatie van iemand gekoppeld aan een lagere maatschappelijke kost voor het gezondheidssysteem. Dus die bovenstaande zaken die ik hier net vernoem, die zijn al een stukje praktijk. Het potentieel ervan is nog onvoldoende benut wellicht. En het is ook aan ons als onderzoekers om deze fenomenen te blijven bestuderen. Wat is haalbaar? In welke omstandigheden? Waar liggen de kansen op een grotere public value? Maar ook waar zijn de bedreigingen rond dit soort innovatieve praktijken? De overheid is immers nog altijd een stukje verantwoordelijk om gericht de omstandigheden te kunnen scheppen waarbinnen die public value, die ontstaat door samenwerking tussen burgermaatschappij en overheid, gemaximaliseerd kan worden. Ik dank u van harte dat u even de tijd nam om naar mij te luisteren. En ik hoop dat u er op zijn minst iets aan gehad heeft. Dank u wel daarvoor.